Nog één keer dit seizoen op Weidewormer, de belofte van Jong AZ. En wat voor een ploeg is dat, de ploeg van Martin Haar en Kenneth Goudmijn. De eerste mogelijkheid is voor Fernando Lewis. Die, als alles goed gaat, komend seizoen uitkomt voor Willem II in Tilburg. Jong AZ met een straatlengte voorsprong kampioen van de tweede divisie. Het verloor van de 16 thuiswedstrijden er tot nu toe slechts één. Alleen Jong Sparta bleek te sterk dit seizoen. Krijgt hier een goede mogelijkheid op 1-0. En die mogelijkheid wordt verzilverd door Zakirovski. Die zet de thuisploeg al vroeg op een 1-0 voorsprong. Zia Zakirovski draait mooi naar binnen. Omzeilt zijn directe tegenstander Eekman. En passeert het doelman van Splunter. AZ echt in een fantasieopstelling. Nou ja, niet helemaal. Want u ziet midden in beeld onder meer Job van der Linden. Dat is achterin dit hele seizoen eigenlijk de man die de boel bij elkaar houdt. Maar AZ freewheelt wel. Een kleine bank, 3 of 4 man op de bank. Dat moet voldoende zijn vanmiddag. AZ1 natuurlijk ook dit weekend in actie. Voor de slotwedstrijd van de ploeg van Van der Brom. Het komt uit tegen FC Utrecht. En dit een onderschepping van Til. Die stuurt Lewis weg. Lewis alleen nog van Splunter de doelman voor zijn neus. Maar de bal verdwijnt naast Barendrecht. In uitwedstrijden 24 punten bij elkaar gespeeld. Hier aan de bal via de aanvoerder, via Jongman. Ezayas, Jongman doorgelopen. De hoek is lastig. De doelman komt zijn goal uit. En Jongman krijgt die bal er niet langs. En zo blijft het 1-0 voor de thuisploeg. Begin december verloor Barendrecht het thuisduel van Jong AZ met 1-3. Maar Barendrecht hier weg via Salem blijkt toch een lastige tegenstander voor Jong AZ. Zijn 7e van het seizoen en de gelijkmaker op het scorebord in Weidewormer. Prachtig meegenomen op de borst. En daarmee meteen de versnelling in gang gezet. En zo staat het gelijk. Goeie goal. Dit Wilson Lima. Snel weg. Opent naar de linkerkant. Op Stolte. Goeie voorzet. Oh, briljante goal. Daniel Ezayas. Van korte afstand neemt die bal in één keer. Dat is niet te verdedigen. En uiteraard is hij gelukkig met de man die de assist geeft. Prachtig ingeschoten. En wat velen niet lukt dit seizoen, dat lukt Barendrecht. Voorkomen uit bij Jong AZ. Aan de andere kant de thuisploeg. Via regeling. Want AZ mag dan in een opstelling spelen die ongebruikelijk is. Veel minder sterk dan in het merendeel van de wedstrijden dit seizoen. Het wil natuurlijk niet op eigen terrein op de laatste speeldag onderuit gaan. Dit is Lima opnieuw. Mogelijkheid voor Barendrecht. Deze bal verdwijnt maar net naast. Komt van de voet van Ezayas, de man van die hele mooie treffer. Waarmee Barendrecht op voorsprong staat. Jong AZ zet dan druk. Dit eind naar Son. Til met een 100% kans op de gelijkmaker. Hij stuit op doelman van Splunter. AZ de meest scorende ploeg in de tweede divisie. Het zal u niet verrassen. De ruststand 1-2. Barendrecht weg aan de linkerkant via Stolte. En uit de tweede lijn van afstand, goede redding overigens, ingeschoten door Navajas Sanchez. En AZ kan meteen counteren. Er ligt wat ruimte. Daar kan wellicht Fernando Lewis gebruik van maken. Daar is hij langs. Nu nog de doelman. En wordt die bal van de doellijn gehaald. Van Splunter al geklopt. Aanval loopt door via Jacobs. Maar het voorbereidende werk in deze aanval komt natuurlijk voornamelijk voor rekening van Lewis. Dit is hem opnieuw. Weer Lewis. Weer op zoek naar een medespeler. Weer niet te vinden. Waar hij normaal gesproken kan rekenen op mensen als Tanks. En bijvoorbeeld Tankovic. Die ontbreken allemaal vandaag. Is hij voorin eigenlijk een beetje op zichzelf aangewezen. AZ. Via Springer. Til. Dan maar een keer van afstand. Net naast geschoten. Door Einarsson. AZ, dat mogen duidelijk zijn, inmiddels steeds meer en steeds nadrukkelijker met steeds meer mensen op de helft van Barendrecht. Dat wordt teruggeduwd. Dat zou ruimte moeten opleveren, maar daarvoor heb je de bal nodig. AZ, via regeling. En Kunst, een invaller. En die maakt het keurig af, prikt de bal in de verre hoek. En zet AZ in ieder geval naast Barendrecht. En de vraag is dan, is er nog tijd voor een winnaar? Ja hoor!
Ze gaan er wel voor. Niet alleen Jong AZ, maar ook Barendrecht. Dit is een countermogelijkheid. Veel mensen achterin weg bij AZ. De bal in eerste instantie op de as van het veld gespeeld. Belandt bij Salem. Salem kapt zijn tegenstander uit. Maar die tegenstander is toch nog wel bij machten om het schot eruit te halen. Kik Groot is degene die voorkomt dat het schot van Salem gevaarlijk is. En dan in de slotminuut nog één mogelijkheid voor de man van de 2-2. Voor Kunst op 3-2. Die kans laat hij lopen. Het is de laatste goede mogelijkheid in deze wedstrijd tussen Jong AZ en Barendrecht. Het eindigt gelijk zoals het begon, maar wel met goals. 2-2.